Ik liep zeg maar boos de klas uit en hij deed zeg maar zo'n handje naar beneden. Net toen ik het lokaal uit was, toen liep hij zo erachteraan van, oh kijk, ik ben de diva. En dat doet een docent? Ja, een docent. Allereerst vind ik nog steeds een doodsbedreiging. Ze wilden me gewoon echt dood hebben. Ze vonden het niet waard dat ik leefde. Welkom bij Club Trending, het programma waarin we iets uit het nieuws bespreken dat op dit moment trending gaat. Veel kritiek op uitspraken van onderwijsminister Arie Slob van de ChristenUnie. Hij gaf aan dat religieuze scholen ouders mogen vragen om een verklaring te ondertekenen waarin ze homoseksualiteit afkeuren. Inmiddels heeft hij zijn keutel ingetrokken en zegt Slob dat het ondertekenen van zo'n verklaring niet de bedoeling is. Maar het is wel tijd voor een gesprek. Hoe zit het met homoseksualiteit in het onderwijs? Zelf wist ik bijvoorbeeld niet eens dat zo'n verklaring bestaat. Te gast zijn René en Diciano en jullie zijn beide twee jonge gasten die op mannen vallen. Dit is Club Trending. Jongens, welkom. Dank u. Lange tekst, maar we zijn er doorheen. Ja. Hey, René, wist jij dat er zo'n verklaring bestond? Nee, ik wist daar niet van. Ik was ook heel erg geschokt toen ik het las op het nieuws. En het moet eigenlijk überhaupt niet kunnen dat zo'n verklaring bestaat. Nee. Diciano, op wat voor school heb jij gezeten? Ik heb op een oorspronkelijke katholieke school gezeten. Gertrudis College in Roosendaal. Een christelijke school? Ja, zeker. Maar niet streng christelijk, niet gereformeerd? Nee, niet streng christelijk. Het was vrij multicultureel. Ja. Kan je mij vertellen wat voor dingen jij hebt meegemaakt op school? Ik ben op het Gertrudis gekomen in de tijd dat ik uit de kast ben gekomen. En ik was mezelf aan het ontwikkelen. Ik ging make-up dragen. Ik droeg af en toe hakken naar school. En daarop kwamen echt doodsbedreigingen, hele heftige reacties. En hoe reageerde de school daarop? Want ik heb ook iets gehoord dat de school zelf aangaf van, joh, misschien moet je zelf veranderen. Ze zeiden tegen mij van, ja, misschien moet je hiermee stoppen, want het is niet slim. En, maar stoppen met wat? Stoppen met je kleden, stoppen met je zo gedragen, stoppen met je ontwikkelen in... Ja. Ja, jezelf ontwikkelen eigenlijk. Gewoon een belemmering van mijn eigen ontwikkeling. Oké, in plaats van dat zij de aanpakken, zeggen ze dat jij... En wat deed dat dan met je? Ja, dat maakte me eigenlijk boos. Ik vond het helemaal nergens op slaan. Ik vond dat we juist dat ze juist als school mij moesten helpen en mij moesten ondersteunen en moesten zorgen dat er meer acceptatie kwam. Ja. Wat is het meest heftige dat je hebt meegemaakt op dit gebied? Er zijn twee dingen. Eén, het allereerste vind ik nog steeds een doodsbedreiging. Ze wilden me gewoon echt dood hebben. Ze vonden het niet waard dat ik leefde. Voor de rest was ik... De andere leerlingen? Ja, de andere leerlingen. Voor de rest was ik de schande van de school. Zo stond ik bekend. En die doodsbedreigingen, ja, hoe ging dat dan? Zeiden ze dan gewoon tegen je van, we willen je dood hebben? Of? Nou, dat is nog het erger. Ze zeiden het nooit echt recht in mijn gezicht. Maar er kwamen altijd geruchten en die kwamen uiteindelijk ook bij de leraren aan. Maar ze kwamen altijd eerst bij iemand anders aan voordat ze bij mij aankwamen. Dus uiteindelijk hebben de leraren inderdaad gezegd van, misschien moet je hiermee stoppen. Ja. En een tweede ding? Wilde je nog een tweede ding vertellen? Dat ik een keertje met hakken door het schoolgebouw liep. En ze me eigenlijk gewoon letterlijk bijna van de trap afduwden. In de hoop dat ik keihard neer zou vallen. Ja. Ja, en dat raakte me wel. Ja, ja. En de vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoord hoor. Maar had jij het idee dat je jezelf kon zijn op de middelbare school? Nee. Het was voor mij echt een belemmering van mijn eigen ontwikkeling. Yeah. En ik heb me nooit mezelf gevoeld. Ik heb altijd gevoeld alsof ik me moest gedragen als iemand anders. Want anders was ik niet goed genoeg. René, ja. Heb jij voorbeelden van hoe het onderwijs omgaat met homoseksualiteit? Ja, dat verschilt sowieso best wel erg qua school. Ik heb op een aantal scholen gezeten die deden het wel goed. Maar ik heb ook op scholen gezeten waarbij het gewoon echt super erg... genormaliseerd werd, dat het niet oké gevonden werd. Eigenlijk wat nu juist heel erg aan de gang is. Oké. Ja. En dat was wel, hè, want je bent niet al te oud, dat was de afgelopen jaren. Ja, dat klopt. Sinds mijn 13e zat ik op de middelbare school, in de eerste klas. En ik weet nog wel, in de eerste klas, toen had ik een wiskundedocent. En een super aardige man verder, helemaal prima. En hij was islamitisch. En op een gegeven moment heeft hij toen gezegd dat het ongeveer nog niet te laat was voor verandering. En dat het nog goed kon komen. En dat raakte mij toen al. En nu, hoe langer dat geleden is, hoe meer ik dat besef eigenlijk krijg van dat is eigenlijk niet, niet oké. Nee. Ook een keer dat ik
op school zat. En dat een docent mij begon te imiteren toen ik uit de les werd gestuurd. En kijk, dat een docent een keer een grote mond heeft, dat is helemaal prima. Dit was al op mijn opleiding ook. En ik liep zeg maar boos de klas uit en hij deed zeg maar zo'n handje naar beneden. En net toen ik het lokaal uit was, toen liep hij zo erachteraan van, oh kijk, ik ben de diva, ik doe ook even boos, jongens. Oh my god, guys. Dat ik denk, dat kan je echt, ja. Het is gewoon heel erg stereotyperend. En dat doet een docent? Ja, een docent. Dat is niet een leerling? Nee, dat was echt een docent van een opleiding. Ja, terwijl een docent juist het goede voorbeeld moet geven. Ja, een docent hoort het goede voorbeeld te geven, de verandering te maken, het verschil willen maken. Maar dat, ja. Ik heb ook begrepen dat jij op je school een docent had die was zelf homoseksueel. Klopt, zeker. Hoe zat dat precies? Nou, ik had dat vermoeden al een beetje. Dus op een gegeven moment, ik had veel contact via de mail met hem. En over het vak zelf ook. En toen op een gegeven moment, hij wist heel veel over de gay scene. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, joh, mag ik wat vragen? Ben jij gay? En toen kreeg ik een mailtje terug met don't ask, don't tell. Dus dat hadden ze ook in het leger vroeger. En dat houdt in eigenlijk, vertel het niet en zeg het niet. En vraag het ook zeker niet. Want als je op die school daar uit de kast kwam, was je sowieso als docent een zwakkere schakel om te pakken. En daarom mocht het eigenlijk niet groot worden gemaakt, niet verteld worden. Kan je uitleggen waarom dit kwalijk is? Want ik snap dat dit, dat dit nare dingen zijn, maar waarom? Waarom is dit erg? Nou, er zijn natuurlijk altijd hele grote kwalijke zaken, zoals echt dat homo's in elkaar worden geschopt en geslagen en uitgescholden en bespuugd en noem maar op. Maar ik denk dat op het moment dat het gewoon in de gewoonte komt, in het normaal zijn, dat er op dagelijkse basis gewoon opmerkingen worden gemaakt en worden genormaliseerd die ontzettend kwetsend zijn tegenover deze scene. Dat is eigenlijk, denk ik, voor mij en voor de meesten gewoon nog het pijnlijkste. Dat het gewoon de kleine dingen zijn die heel normaal lijken, maar die niemand ziet dat het pijn doet. Oké. Okay. En is het misschien ook, waar we nu ook hiervoor zitten, dat het onderwijs is? Dus dat is een cruciale leeftijd. Ja, dat is zeker de brugklas. Wanneer je gaat ontdekken, wanneer je twijfels krijgt en op het moment dat er dan zo'n inderdaad verklaring is en je eigen ouders daar gewoon letterlijk toestemming of afkeuring voor geven in dit geval. Dan kan dat zo'n kind onwijs aan twijfelen brengen en zo'n stap nog groter maken om uit de kast te komen. Ja. Nou heeft Arie Slob zijn woorden een beetje teruggetrokken. Ik zei het al in de intro, geloof ik. Een beetje naar kritiek vanuit kabinet en media. Wat vinden we hiervan? Dishana, wat vind jij daarvan? Ja, ik vind het persoonlijk heel erg laf. Het maakt ook de minister heel erg ongeloofwaardig. Ik vind als je een statement maakt, dan moet je eerst goed over nagedacht hebben. Hij had kunnen verwachten dat Nederland zo zou reageren. En om je dan in één keer terug te trekken naar een paar mails, ja, dat vind ik geen woorden voor, zeg maar. Ja. En jij, René? Ja, ik vind het weer voor zo'n witte hetero cisman is het weer heel makkelijk om een uitspraak te doen die vervolgens niet echt in dank wordt afgenomen en dan als een soort kat terug te krabbelen en te zeggen, zo heb ik het niet bedoeld, ik sta er nog steeds achter, maar... En dan denk ik, onderbouw je argument en leg dan uit waarom je dat vindt. Mm. Het heeft ook met zijn achterban te maken natuurlijk, hè? Ik bedoel, hij is gewoon van de ChristenUnie en dan... Ja. Dat is natuurlijk wel een partij, laten we eerlijk zijn, in het geloof wil men gewoon geen homoseksualiteit omarmen. Nee, maar religie en politiek, is dat iets wat samen goed gaat? Wat dat, kunnen we het gescheiden houden? Wordt het niet persoonlijk voor zo'n, voor bijvoorbeeld meneer Slob? Ja. Thanks, jongens. Dat jullie wilden komen en jullie verhaal wilden doen. Dat is best wel moedig natuurlijk dat je dit vertelt. En thanks voor jullie komst. Jullie bedankt voor het kijken. Jongens, laat even in de comments weten wat jullie hier nou van vinden. Hè? Hoe zit het met homoseksualiteit in het onderwijs? Zou je zo'n verklaring aan het begin van een onderwijstraject mogen vragen aan iemand? Laat het even weten in de comments. En doe een duimpje omhoog als je een toffe video vond. Dit was hem. Hoi.